beetje gras maaien, daar is mij heel behulpzaam. Net zoals thee drinken met aandacht, gewoon fietsen, wandelen, tanden poetsen. Het zijn allemaal herhalende bewegingen. Dus ik heb me echt voorgenomen, hoe kan ik het de innerlijke rust binnen mezelf zo eenvoudig mogelijk creëren. Nou, dat doe ik dus. Want mijn geest is heel bewegelijk. Er popt van alles op. En ook. En dan is er ook gelijk een aanname over. Ik denk, oh, oké. Dan denk ik, nou, het is weer druk in het hoofd, meneer Buisman. Nou, dan ga ik eerst maar eventjes even gras maaien zo. Heen en weer lopen. Ik loop lekker op een blote voet en een beetje vochtig gras. En dan luister ik naar het geluid. Ik probeer niet te hard te duwen. Ik probeer die mensen de kans, de tijd te gunnen om netjes dat gras eraf af te slaan. En dan na het gras maaien, dan denk ik, nou eens even kijken wat nog over is van al die ideeën die ik hier net had, al die aannames. En meestal heeft het dan weer een andere vorm. Dus het hoeft niet weg, maar het verschuift gewoon. Dus met fietsen of tanden poetsen of thee drinken in rust. Ja, helpt enorm. Dus ik ga nog een baantje gras maaien. Ciao.